Hallo mensen van Gaming Electricity, we spelen weer na een lange tijd The Legend of Zelda Ocarina of Time. En waar we gebleven was in deze stad waar we... Ja, waar we eigenlijk... Ja, het enige wat we hadden gedaan was deze gast beledigen, aangezien die gewoon anders is. En dat doen we gewoon. Nee, grapje hoor. Ik vind het wel aardig, maar... U praat gemeen over mij en daarom praat ik gemeen over u. Kijk wat hij zegt over mij, hè? Voor als je niet meer wist. Hij zegt dat ik gewoon disgusting ben. Dat is toch gewoon flauw. Dat vind ik, ja, nee. Dat vind ik niet kunnen. Dus ik ga, doei. Het is nu lekker donker, dus... Het is wel een goed idee... Om even in de nacht... Ja, hier te lopen. Waarom niet? Ik bedoel, als het donker is, loop ik ook overal. Kijk, in de dag ben ik gewoon thuis. Ook als school is. Maar dan in de nacht... Dan ben ik lekker vrij, ga ik lekker actief doen, en ja. Zo is Link ook, ja, logisch. En ik ga hierin, denk ik. Wat is hier? Ja, er is hier ook ergens een kerkhof, maar daar heb ik geen zin in om, om daarheen te gaan. Ja, daar is dus dat kerkhof. Ik wil gewoon zo snel mogelijk verder gaan. En aangezien hier toch niks te doen is. Ja. Ga ik gewoon verder. En dit duurt heel lang, jammer genoeg. Waar we nu op zoek zijn is naar het tweede kristal. En dit tweede kristal is het vuurkristal waar we een vuurbaas moeten verslaan. Hoe? Kijk maar, kijk. Bam! Circle Show. Dat is de slechtste naam voor zoiets. Nou ja. Nou goed, ja, is het goed zo. Ben je een wijf of een man? Mag ik dat vragen? Nou. Laat me erin. Ik blijf gewoon zeiken tot ze me open doet. Laat me erin. Dankjewel. Zie je? Dat werkt altijd. Dat moet iedereen voortaan doen. Gewoon als je iets wil, gewoon blijven zeiken. En dan komt het wel goed. Ja. You're going to climb that mountain, you should equip a proper shield. Ik moet zo'n shit shield kopen. Bla di bla 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 bla. Oh. Nee, daar ben ik nog niet geweest. Ik heb nog helemaal niks in die stad gedaan. Ik ben alleen naar dat kasteel geweest. Ik ben langs de bewaker gekomen en toen heb ik met Zelda gepraat. En nou vraagt hij ook nog of ik een masker voor hem mee wil brengen. Nou, weet je wat ik daarop te zeggen heb? Als je nou even kap hebt praten. Kun je niet snel praten, zoals iedereen wel eens doet. Oh ja, hup. Wat dan, hè? Ik ga geen masker voor je halen. Ik ga alleen dat schild halen. En verkopen jullie die niet in je eigen stad? Dat vind ik slecht, hoor. En wat ga ik... Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb nog geen bommen. Maar als ik bommen had... Hé, hey, wordt nou licht. Wat een wonder. Het wordt licht. Woehoe! Nu kan ik weer helemaal terug naar Hyrule. Alleen voor zo'n stupid shield. Stupid. Het goede woord. En het kasteel is natuurlijk ook dicht. Maar volgens mij gaat de zon zo weer naar boven. Dat gebeurt heel snel in dit spel. Volgens mij op deze brug ben je veilig. En ik heb geen... Ja. Kijk, eenmaal als ik het gas aanraak voorkomen zal. Kijk, voel. Kom dan, hè. Ha, nou durf ze niet meer, hè. Kijk, ik sta zo met mijn zwaard en nou durf ze niet meer, hè. Wat een lafaard. Hup. Oh, kijk, daar gaat de maan. Doei, maan. Ja, nou kom je, hè, stoortje. En de maan is bijna verdwenen en... Hij gaat nu niet open. En kijk naar het vuur, hè. Dit is nou het magische vuur. Kijk dat vuur. Het gaat langzaam uit met magie.
Ik weet niet hoe je het doet. Er staat daar niemand die de kaars uitblaast of zo. Kaars. Ja, het is een kaars. Dat verklaart alles. Een kaars die dooft vanzelf. En elke avond vervangen ze hem. Ja, dat is de enige logische reden. Denk ik. Au. Kijk, dat is ook niet slim, hè? Tegen muren aanrollen. Weet je, ik heb het een keer geprobeerd. Het was geen goed idee. Nou, waar gaan we nu heen? We gaan nu even rondjes hier lopen om te zoeken naar de winkel. Waar is de bazaar? Ik wil niet met oude mensen praten. Weg. Ja, je moet wat meer dingen verkopen inderdaad als je geld wil verdienen. Goed bedacht. Dat is heel logisch. Moet ik ook maar eens doen misschien. Maar, goed. Ik hou dit denk ik op een korte aflevering. Gewoon als achievement met het shield halen. En terug daarin gaan. Fuck. Oké. Okay. Handtekening. Scheiße. Maar ik weet een geheim dat jullie niet weten. Nou, misschien weten jullie het eigenlijk wel. Maar als je hierheen gaat. Ja, hier. Als je hierin gaat. Ja, hier. Dan gebeurt ie. Heb je allemaal vazen met roofies. Zo. En als je moe bent, weet je, dan ga je er gewoon opnieuw in. Want volgens mij vervangen ze die pot heel snel. Waarom hebben ze eigenlijk zoveel geld in die pot gedaan? Ik bedoel, waarom doe je niet gewoon alles in één pot, weet je? Dat is makkelijk voor mij. Hoef ik er maar één keer kapot te maken. Ja. Dat is echt logica van dit spel. Oh, fuck. Ik schrok even. Ja, ik haat spinnen. En dan schrik je daarvan. Maar ik heb hem nu. Zou hij nog een seconde? Nee, dat is niet. Jammer. Zit hier nog potten? Ja hoor. Lekkere potten. Lalalala. Weet je? Ik heb nu even ruzie met Glenda. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Maar mijn commentaar is dus daarom waarschijnlijk iets slechter. Ik heb net om 6 uur 's ochtends heb ik ruzie gekregen met Glenda. Ja. Niks aan te doen. Bam. En de laatste doos. Nee, niet klimmen. Als ik tegen een doos aanroep, betekent nog niet dat ik hem wil beklimmen. Snap dat dan. Als ik er tegen... Rol tegen die fucking doos aan. Nu. Bam. Niks, Snoke. Echt waar, je doet er gewoon heel veel moeite voor iets en dan krijg je er niks voor. Maar, weet je, ik ben zo boos. Ik ga gewoon terug even kijken of die... Hom. We zijn er weer. Je kunt je gewoon dikke rupee farmen. Maar ik ga gewoon tot ik er precies genoeg heb. Want ja, waarom zou je het meer hebben dan nodig? Nee, eigenlijk pak ik gewoon alles wat er is. Ligt er nog iets? Hier liggen een paar vazen. Oh ja. Kijk, zo leer je ook nog eens met de kracht omgaan, hè. Ik bedoel, ik zou met dit zwaard niet eens een pot kunnen omhakken. En ik zou ook niet met een koprol een doos kunnen kapot maken, weet je. Eigenlijk heb ik best wel respect voor hem. En ik ga even met hem praten, want daar heb ik zin in. Welcome to Hyrule Castle Town. It's a peaceful, prosperous town. Oké. We gaan nu snel de winkel in. En we gaan het pad op. Niet ernaast. En dan is daar de winkel. Yeah, bitch. Welcome. Hi, welcome. Bye. Nou, ja, dat zegt hij nu. Heb ik fucking 85 roofies. Roepies. Roep. Oh, laat maar zitten. Ik krijg 5 roepies korting. Womg. Dat ik niet... Nou. Kijk, dat is ook naaiend. Kom je zo in de winkel? Wat heeft bijvoorbeeld... Heeft die hele store guard over jou verteld nou? Dan krijg je
1 euro korting. En dan kost die 100 euro. Nou, daar heb je wat aan, hè. Dan zag ik gewoon van... Ja, hou die euro maar, hoor. Nou ja. Never mind. Ik heb nu 10 roepies in plaats van 5, dus ik ben wel blij. En wat we nu gaan doen, is die kant op. Ja. En dan eindigen we daar de aflevering, denk ik. Ja, we gaan nog even de gate door. En dan kijken we even hoe het eruit ziet vanaf daar. Ik heb de tijd niet bijgehouden, dus ik weet echt niet. Ik kan het echt slecht inschatten. Misschien zijn we nu pas 10 minuten bezig, maar ja. Nou ja. Ik ga nu even nog die lonely gast pesten. Hey, kip. Kijk, dit vind ik leuk. Altijd die kip aanvallen, hè. Doe ik ook. Waar is die kip? Kijk wat er nu gebeurt. Oh, je ziet het niet goed. Ja, daar. En... Koekloekoek! Ah. Fuck. Die kippen worden me dood. Dat was niet slim. Shit, shit. Nou, wegwezen. Ah, 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 nee, 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 weg. Nee, nee. Oké, ik heb het overleefd. En weer terug. De domste beslissing die ik ooit heb genomen. Sorry, kippetje. Hé, waar is die lonely gast? Heb jij dezelfde lonely gast? Je draait je hoofd en schreeuwt. Oh, jij bent die ene gast. Jee. Meneer. Oh, jij bent die baas, ja. Yeah. We hebben geen ambitie. Snap je wat ik bedoel? Nee. My workers are just running aimlessly around the village. Oh, die werken voor jou. Die zit zo heel blij als een wijf. Maar weet je wat ik dan wel moet zeggen? Je doet zelf ook niks. U, moet ik zeggen, hè? Moet u zeggen. Dus ja, nou ja. Blijf van het gras. Kijk dan, wat de fuck. Kijk naar hem, hè. Wat de... Dat gezicht is gewoon misvormd. Wat de... Wat de... All day long, we are working on many construction projects. Jongen, volgens hem zit hier alleen maar zo'n wijf rond te lopen. Oké, met jou valt het nog mee. Maar er zijn gasten... Die lopen hier gewoon als een wijf rond. Als het goed is. Ja, ik heb het spel eerder gespeeld op de 3DS. Kijk, hier moet een gast uitkomen als het goed is. Oh, het valt wel mee. Die wilde koekoes terug. Heb ik geen zin in. Dan gaan we nog even de poort door. En dan... Ja. Dat is het. En Navi. Die heeft wat te zeggen. Wat heeft ze te zeggen? Die cloud rond de berg is vreemd, volgens mij. Zoiets gaat ze zeggen. What would Saria say if we thought we were going to save Hyrule? I don't know. Hoe moet ik dat weten? Ik weet niet eens waar Saria is. Maar we gaan gewoon die poort door. Oh, ik snap het al. Oh ja, dat is in de Lost Woods. Oh, dat doen we een andere keer. Ik haat de Lost Woods. En dan... Yeah, bitch. The Dead Mountain Trial. The trailer. Goed, nou, zo ziet het er dus uit. Ik bedank jullie voor het kijken. Als je deze video leuk vindt, nou, dan geef je een duimpje omhoog. Als je meer wil zien, dan klik je op het abonneerknopje. En dan abonneer je dus. Deel deze video ook nog even op Facebook, want nou ja, dit is gewoon het beste filmpje. En ik zou het ook erg waarderen als mensen een reactie achterlaten van hoe goed het was of hoe ik het kan verbeteren. En of jullie überhaupt wel mijn filmpjes afkijken. Want ja, dan weet ik ook een beetje mijn actieve kijkertjes. En ik bedoel, ik word niet boos als je het niet doet hoor. Als je mijn filmpjes kijkt, dan ben je maar gesub. Maar ik zou het toch leuk vinden om dat te weten. Dus laat een reactie achter. En dat is goed. En ik steek nu mijn duim op. Nou, ik bedank jullie dus voor het kijken en ik zeg doei.